Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto van vanochtend 6 uur zien we een groot bewolkingsgebied boven Nederland liggen, maar helemaal in het westen, boven Engeland, zijn opklaringen zichtbaar. Uit de bewolking valt een gestage regenval en het regengebied ligt eigenlijk de hele ochtend nog boven het land, temperaturen erbij zo rond 3 graden in het oosten en 6 graden in het westen. Maar vanmiddag bereikt het droge deel Nederland. In het westen breekt dan heel af en toe de zon door en de regen trekt naar Duitsland weg. Temperaturen lopen op en uiteindelijk wordt het zo'n 7, misschien zelfs 8 graden. Vanavond winnen de opklaringen verder terrein en in de loop van de nacht daalt de temperatuur dan naar 1 tot 4 graden. Morgen overdag hebben we totaal ander weer, geen paraplu meer nodig, er zijn flinke zonnige perioden, ook een paar wolkenvelden, maar het blijft dus droog. Het wordt 5 tot 7, lokaal 8 graden en de wind waait uit het zuiden tot zuidwesten. Maandag is het schitterend weer met volop zonneschijn, slechts een paar wolken, opnieuw 5 tot 7 graden en een wind uit het zuidoosten. Dinsdag is ook nog een droge dag, maar woensdag neemt de kans op regen weer toe. Temperaturen blijven hoog. In de nacht na maandag en dinsdag kan het lokaal vriezen. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl